we hebben vanavond een oefening gehad bij de discotheek in Neer, Pichin. Eigenlijk een brandje ontstangen met een doorslag. Veel mensen binnen, feestgangers. En het doel was eigenlijk slachtoffers naar boven te krijgen en de brand blussen. We gaan met 3 en 4 mee. Ja. Zo snel mogelijk slachtoffers naar buiten en in die mogelijke toegang aan de achterzijde openen. Laat de andere te jaar staan en met een slag naar binnenkant. Slachtoffers zoeken. Slag 42. We oefenen iedere week van 7:30 tot 9:30 op woensdagavond. De ene keer doen we een brandoefening en de andere keer een hulpverlening. Dus we moeten mensen de auto knippen en dergelijks met gevaarlijke stoffen. Maar iedere week oefenen we wel iets. En ja, toevallig stond vanavond een brandoefening op het programma. En dan hebben ze het hier mooi in scène gezet. Een standaard oerdruk, dat doen we met ongeveer 6 man hè, die op een auto zitten. Alleen de hele postgoggel is met 22 man. Dus, en in die 22 man zitten 2 plogen die afwisselend dienstwerken draaien. Dus in totaal met 22 man klaren wij eigenlijk in ons verzorgingsgebied eigenlijk altijd de klus. Vanavond, ja, zo gaat gewoon een hele hoop vrijwilligers, slachtoffers. Is dat makkelijk om daar aan te komen? Dat was eigenlijk een beetje de eerste keer dat we dat zo geprobeerd hebben. Normaal gesproken is immers van het korps zelf een slachtoffer, bijvoorbeeld een auto of in een brandend pand of in gebroken poppen. Alleen ja, echte mensen, dat is ook voor de brandweer altijd wel anders dan een pop. En het is eigenlijk heel goed gegaan, heel veel respons gehad. Dus we hebben in totaal 15 man in de discotheek kunnen duwen als zijnde slachtoffer die de roetgrond moet weren. En dat was wel een goede actie in die kader, ja. Ja, we zien 100% vrijwillig, een 100 vrijwillige post. Dus iedereen hier bij het ZGNU vandaag natuurlijk zijn werk. Ja, dus mensen die u vandaag weg mogen van de baas, die gaan u vandaag met de poedruk. Mensen die u vandaag niet in roggel zien, die gaan alleen s'avonds nachts in de weekenden met. Mensen die in plogen werken, ja goed, die zijn ook dukker u vandaag of s'avonds inzetbaar, wisselend. Maar inderdaad, 100% vrijwillig. Ja, er zit geen broers brandweerman mee. Op dit moment zien wij in de gelukkige positie dat we de bezetting nog op orde hebben. Het is overal in Nederland natuurlijk een probleem. Alleen als we kijken naar de toekomst, korte termijn, dan zien we natuurlijk een heel aantal leden die al ruim 24 tot 30 jaar bij de brandweer zitten. Een bijzonder lange tijd natuurlijk. Maar ook die gewoon op een gegeven moment zeggen van het is tijd om het rustig aan te doen qua leeftijd. Ja, en dan gaan we wel een probleem krijgen. Dus we zien wel echt zeer nadrukkelijk op zoek naar nieuwe leden inderdaad. Ja.